Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik weet niet wat ik heb, maar altijd als het weekend is wil ik heel graag de stad in. Terwijl het dan juist heel druk is. Dat ga ik niet doen. Ik ga even ontbijten met Nessie. Wat had ik nog meer zeggen vandaag trouwens? Oh ja, dit is mijn zesde dag keto. Het gaat echt heel erg goed en ik ben er heel happy mee. Eindelijk weer even een goede start na al die mislukte pogingen. Goed, ik ga dus zo even ontbijten met Nessie. We hebben even afgesproken om even buiten te ontbijten. Even een beetje een goede start van de dag. Want we gaan eigenlijk de hele dag lopen schoonmaken. Dat is een beetje de planning. Ik ben vandaag een beetje rock'n'roll. Als het gaat om outfit. Ik heb helemaal leren aan. En dan nog mijn rode haren bij. Leuk hoor. Rood. Ja, een soort van een rode gloed toch. Iets schrikken. Van nou, wij zijn onderweg naar. Weten wij niet waarheen. We willen ergens ontbijten. We weten niet of er plek is, want het is natuurlijk zaterdag. We willen even naar Mara toe. En ja, anders moeten we even verder gaan kijken. Ik denk dat het heel erg druk zal zijn, als ik eerlijk moet zijn. We hebben zin in die men en men. We hebben honger. We zijn nu bij Mado. Nessie is echt heel illegaal geparkeerd. Want hij is even vragen of er eerst wel plek is. Want anders gaan we hier parkeren in het centrum voor saus gewoon. Dus ik sta hier illegaal geparkeerd. Yeah. Maar het is wel beter. Anders rijden we even door naar iets anders. Mijn leven is gewoon echt heel goed vandaag. Dit is de beste start van mijn leven. Menemen met sujuk. We hebben een salade samen en ik heb een omeletje, tenminste menemen met Turkse kaas erin. Ik ben deze week echt veel zuivel aan het eten, maar het is tenminste wel keto. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag, weer een heerlijke nieuwe week. Ik heb er echt weer zin in. Ik heb natuurlijk 1 week keto gedaan. Gisteren was het zondag, toen ben ik even lekker naar Twente gegaan. Ik heb ook niet gevlogd gisteren. Ik wou gewoon even lekker een day af. En toen heb ik dolma gekookt met mijn vriendin. En hebben we het lekker gegeten in het park. Het was echt gewoon een heel relaxed dagje. We hebben gewoon lekker in het park lopen kletsen over alles en nog wat. Met onze bak vol met dolma. Dus ik heb er ook echt van genoten. Nu is het weer maandag. Nu gaan we weer lekker volop er tegenaan. Ik heb een Insta story gedeeld. Voor als je mee wilt doen met keto. Dat je echt nu moet beginnen. Omdat ik er nu dus echt heel erg mee bezig ben. En er echt goed in zit. En ik weet van mezelf, als ik er goed in zit, dan heb ik altijd 100% resultaat. Dat weten jullie zelf ook wel. Ik val dan altijd af. Dus doe gewoon lekker nu mee. Volg mijn vlogs even dagelijks, zodat jullie ook gewoon een beetje motivatie hebben. En misschien ook een beetje inspiratie qua voeding en eten. Trouwens, ik zie er misschien een beetje raar uit, want ik heb geen wenkbrauwpotlood op. Want die is op. Ik moet hem zo even halen bij de kruidvat. En ik heb weer sproetjes getekend. Ik vind het echt steeds leuker en mooier worden. Dus, zelfs Nessie zei laatst, staat je echt heel erg schattig. Dus ja. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een truitje aan van de Zara. Van vorig jaar collectie met van die puffmouwtjes. Die vond ik echt heel erg cute. Daar krijg ik soms ook vragen over. Deze is van Diamond Point. En dan heb ik zo'n heel mini letter N erop van Nessie. Voor de rest krijg ik ook heel vaak vragen over welke BH's ik draag onder dit soort topjes of truitjes, weet je wel. Ik raad jullie gewoon aan om BH's te kopen die gewoon goed op je borsten zitten. Waarvan de bandjes er ook afgehaald kunnen worden. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik koop gewoon BH's die heel goed op mijn borsten zitten. En dan haal ik de bandjes eraf en heb ik gewoon een perfecte strapless BH. Als jullie even zien wat ik laatst heb gekocht bij de Zeeman. Dat leek me echt heel handig. En dat is namelijk dit. Dit is dus een verlengstuk voor je BH. Je hebt toch ook soms dat je een BH koopt dat je denkt van daarna, oh, het zit toch best wel een beetje aan de strakke kant. Dan kan je dus gewoon verlengen met dit. Je krijgt er 1, 2, 3, 4 stuks voor €1,99. Dus ik ga het gewoon even uitproberen. Want deze is een beetje aan de strakke kant. En even kijken of het helpt. Lijkt me echt heel handig. Ik heb de nude uitgeprobeerd. Ik heb natuurlijk een nude BH. Anders match je het niet. Maar echt super handig. Hij zit nu echt veel fijner. En ik hoef nou geen nieuwe BH mee te kopen. Bespaart me ook veel geld. Ik zit inmiddels in de auto. Ik vond het echt heel raar van het doek. Ik ben even onderweg naar Kruidvat, want ik ga even wenkbrauwpotlood halen en shampoo ga ik halen. Nou, ik baal wel een beetje, want ik wil heel graag de nieuwe wenkbrauwpotlood uitproberen van Rare Beauty. Maar het is helaas niet gelukt, dus ik ga gewoon weer even zo'n goedkoop halen bij Kruidvat. Dat is mijn planning en ik ga weer even koffie halen. Even naar de Starbucks geweest.
als ik dus tegenwoordig naar de Starbucks ga, dan neem ik dus geen amandelmelk cappuccino meer. Maar ik ga nu voor filterkoffie. Ze hebben bij Starbucks filterkoffie. En dan kan ik gewoon lekker zwarte koffie drinken. Wauw, gelijk naar huis hierna. Maar weet je, ik ben mijn kledingkast echt zo fucking beu. Gisteren, toen ik dus terugkwam van Twente, heb ik mijn hele kledingkast opgeruimd. En mijn hele kamer opgeruimd. Alle kleren weggegooid die ik niet meer wou. En de kleren die nog een beetje leuk eruit zagen, heb ik even in een zak gedaan voor mijn vriendinnen. Dan mogen ze daar even uit kiezen. Maar ik ben het zat. Ik heb gewoon geen leuke truitjes. Daarom heb ik ook deze trui nu aan. Want normaal gesproken zou ik hem echt even never meer aandoen. Want ik ben hem eigenlijk zat. En deze moet eigenlijk ook gewoon in die zak van wat ik niet meer wil dragen. Maar goed, ik heb niks meer. Zo, kom ik eruit. Ik heb niks meer. Dat zeg ik nou. Volg je schaamdood. Maar ik wil gewoon nieuwe kleren. Ja, yeah, that's it. Dus ik ga nu even naar de Zara. Alleen dus deze zonnebril. En de auto die ik een keer had gescoord bij Roermond Outlet van Versace. Die fucking mooi is. Alleen hij zit mij heel erg strak bij mijn oren en mijn hoofd. Dat doet me gewoon echt pijn. Dus ik draag hem liever niet. Maar toen hoorde ik er dus laatst van Esmee dat ik het gewoon kan laten verstellen. Dus dat ga ik binnenkort doen als ik mijn bril ophaal. Bij de opticien, bij Meira. Nou jongens, daar zijn we dan. Ik wil even naar de Zara toe. En ik sta nu even een uur in de file. We kunnen geen kant op. Ik denk dat er een ongeluk is gebeurd. Ik zag brandweer voorbij rijden, politie voorbij rijden. En ik voel wat allemaal, maar ik ging in de ochtend vasten. Intermittent fasting, in combinatie met keto. En toen heb ik volgehouden tot 3 uur. Maar het is nu alweer bijna 5 uur. En ik ben nog steeds niet thuis. Ik heb zoveel trek, echt niet normaal. Oh man, 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 man. Na 2 uur in de file te hebben gestaan, ga ik eindelijk even wat eten. Ik ben nu echt gewoon cranky, jongen. En ik heb even een kipfrikandel gehaald bij de Turk. En dat ga ik nu eten. Dit is letterlijk mijn ontbijt. Best ontbijt ever. Voor de mensen die zich afvragen, frikandel is keto. Wel de dirty versie, zeg maar, van keto. Ik mag af en toe gewoon een frikandel eten. Ik heb tegenwoordig bij de Turken, bij de Marokkaan, ook ovenfrikandellen. Ik denk dat ik die even ga inslaan. Voor deze momenten gewoon. Dan ben ik misselijk. Oh my god. Ik heb tenminste gelukkig wel mijn wenkbrauwpotlood gescoord. Ik heb dit keer een wenkbrauwpotlood gekocht van Revolution van Kruidvat. Maar die van mij, zoals altijd, uitverkocht is. Het is gewoon fucking slecht. Echt, deze wenkbrauw heb ik voor geen meter. Het is gewoon dik. Ik word er chagrijnig van. Ik heb hier 2 uur voor in de file gestaan. Deze ligt dus zo verschrikkelijk in een badkamer. En nu heb ik echt 2 rare, dikke wenkbrauwen. Dan heb ik een lipglossje op. Dan ga ik even naar de supermarkt. En ze komen zo thuis. En we wisten niet goed hoe we moesten eten. Ja, ik doe keto sowieso wat moeilijker geworden nu. Dus we hebben besloten om mosselen te gaan halen. En ze gewoon lekker thuis te maken. Dus mijn maaltijd van vandaag is gewoon lekker een pannetje mosselen. Zo zie je hem iets beter. Alleen vind ik hem nu in deze liggen iets minder natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk ook veel opgedaan. Omdat ik dacht het in een badkamer. Dat, ja, je zag eerst heel weinig. Toen deed ik 3 lagen en nu is het opeens zo. We net thuis. De mosselen waren uitverkocht. Dus we gaan naar een andere Albertijn. We hebben een hoog knot gedaan. Want ik heb echt koppijn gekregen van mijn strakke knot van net. Even opnieuw doen. Auw. Even mijn haar opnieuw doen. Ziet er niet uit. Oh, ik heb echt heel veel hoofdpijn. Oh. Oh, dat doet echt pijn. Maar ik zie weer! Mosselen in. Maar Nessie, wat was jouw reactie toen je mij net zag? Heel hier heftig. Gewoon weer. Zit hier wel wat in? Ja, olie. Wat is heftig, Ness? Jouw wenkbrauwen zijn heel heftig. Je lijkt op Sintje. Heel aanwezige wenkbrauwen. Ik ga een slaatje maken voor Nessie voor erbij, want hij gaat niet vol zitten met alleen mosselen. Hij heeft broccoli rijst erbij. Die gaat hij nu maken. En ik ga even een salade maken met komkommer, tomaat, kikkererwten, olijven, kaas en quinoa.
Kijk, bijna klaar. En dan doe ik er nog als laatste quinoa bij, citroen, zout en peper, olijfolie en voilà. Ik heb bijna al zijn bord op. Ik moet nog beginnen. Ik heb niet zo ernstig honger. Oh yes, 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 yes. De tweede portie, guys. Dit is gewoon echt dat ik mijn avondeten. Mosselen. Love it. Thank you, schat. Oh, 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 wow. Ik ga naar een kookkanaal. En al die reclames hebben te maken met eten. Eerst was het Sophie's. Komt weer Sophie. Wat is dit nou? Oh, net niet. Oh, nee. Shit. Blokker heeft alles verpest. We hadden de hele tijd reclames met eten. Nu heeft Blokker het verpest. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is het ook eten? Zeker wasverzachter of zo. Daar lijkt het op. Wacht, of honing. Dit? Of thee. Botanica. Wacht, wacht, wacht. Oh, nee. Dus volgens mij hebben we niet gelijk. Wacht. Dit is een huidproduct. Nee. Wat is het, joh? Oké, okay, laat me. Hoi, Nutella! Eén. Maar net was het wel meer. Ja, Nutella. En wat denk ik, heb je hier nou ook eten? Het is wel even zo'n reclame te maken voor alles. Heb je hier nou ook... eten of niet? Oké, okay, wat gaan we wedden? Jij wel of niet? Hierna wel ik eten. Ik wel. Ja. En? Nee! Nee! Kun je nou eten of niet? Ik zeg ja. Oké. Okay. Ik zeg nee. Shit! Ah, je hebt gewonnen. Oh. Nou. Oh. Wacht. Oh. Misschien heb ik toch gelijk. Oh. Oh nee, was voor. Oh. Wat een rare reclame. Echt raar. Oké, okay, wat komt hier nou? Eten of niet? Ja, eten. Ik zeg niet. Oké. Okay. Ik heb even lekker gedoucht en toen heb ik mijn haren gedaan. Ik heb het maar snel gedaan, want ik dacht, we krijgen morgen bezoek. Dan hoef ik morgen niet helemaal te douchen en mijn haren te wassen. En ik had vandaag shampoo gehad. Het was zwaar nodig, handen. Ik had dus vanochtend gedoucht. Mijn haren gewassen, maar er was dus geen shampoo. Dus ik had echt gewoon vettig haar. Misschien een beetje een rare hoek, maar... Yeah. Ik heb lekker een salade gegeten en een fruit. En ik ga hem even gelijk de vaat doen. Ik ben een serie aan het kijken. Op Netflix. En ik dacht, ik doe hem gewoon hierop. Oh mijn god, mijn haar. Is die alleen of niet? Ik dacht, ik doe hem gewoon even op. En dan doe ik ondertussen doe ik mijn vaat. Ah, dan heb ik dat gedaan voor morgen.